De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft 12 studenten die de opleiding geneeskunde met goed gevolg hebben afgerond ontvangen. Dit vond de afgelopen week plaats op het kabinet van de minister. Een deel van de studenten heeft de opleiding op de medische faculteit gevolgd, terwijl het resterende deel in Cuba en Georgië heeft gestudeerd. De afgestudeerden kunnen meteen het beroepenveld ingaan en functioneren als leraar op een middelbare school of werken in de gezondheidszorg. Ze kunnen ook een administratieve of verzorgende functie vervullen. Om het beroep van arts uit te oefenen, moet eerst de klinische fase afgerond worden. De tweejarige klinische fase bestaat uit het volgen van verschillende stages, zogenoemde co-assistentschappen. De student moet nog de huisartsenstage doen bij het Huisartseninstituut Suriname, ISURI, en kan daarna als volwaardige huisarts functioneren. Pas na het 8e studiejaar is de student bevoegd een eigen polykliniek te openen. De bewindsman wenste de studenten verder veel succes toe bij het vervolgen van hun verdere loopbaan.